B-finale bij Boys 7. Milan Lodder, Guus van Heugden, Vince van Oten, Jens van Nistelrooy. Het zijn de wijrijders uit Tiel die hier de Olson en gaan door Milan Lodder. Milan Lodder als eerste de bocht in. Gaat daar waarschijnlijk ook als eerste komen door het zonnetje waar ik het oog had en de regeldruppeltjes vallen. Dan zeggen ze altijd de schermen in de gel. Nou, volgens mij de schermen in ons, want het gaat goed. Het gaat goed hiervoor. Ik zie daar de man van de wijrijders nog steeds ruim vooraan gaan. En de wielers van de Huus van Heuvel gaat erachteraan. Wie zit daar derde? Dan is Vince van Hoog. Vince van Hoog op de derde plek en Guus van Heuvel op de tweede plek. Het is de 195 van Milan Lodder die toch waarschijnlijk die puntjes, die veldregeerde puntjes in deze B-finale op zijn naam gaat strijden. A-finale, boys.